Het is 3 jaar geleden dat we de eerste reeks van Home of Eus maakten. We zaten midden in een van de grootste rampseizoenen uit de clubgeschiedenis. Wat voor seizoen was het voor jou? Kutseizoen. Inmiddels is er heel veel gebeurd. Zowel bij Go Ahead Eagles... Nee! Onze nieuwe hoofdtrainer Kees van Wonderen, welkom. Dankjewel. Als in de wereld om ons heen. De supporters van Go Ahead Eagles volgen hun club noodgedwongen vanuit huis. In het begin vloekend en tierend. Sluiten we af, man. Maar de afgelopen maanden steeds hoopvoller, dankzij een indrukwekkende sportieve opmars. En dat allemaal ondanks een corona-uitbraak en groot persoonlijk leed binnen de selectie. In de beslissende fase van het seizoen begeef ik me in het kielzog van de selectie en de staf, die mij opnemen in hun coronabubbel. Het is 2 dagen voor de wedstrijd tegen Roda JC. Met wedstrijden tegen achtereenvolgens Roda, NAC Breda, De Graafschap en Almere City gaan deze weken bepalen of Go Ahead Eagles mee kan blijven strijden om plek 2, die recht geeft op directe promotie. Zoals elke trainingsdag begint ook deze met het grote stafoverleg, onder leiding van hoofdtrainer Kees van Wonderen. Oké, gentlemen, zullen wij even door het programma heen lopen? Dus we hebben zo de COVID-testen en ik denk dat we dan als we 2:45 start training aanhouden. Even ten aanzien van de spelers, Frank. Nico dan, moeten we zo heel even kijken hoe de training eruit ziet. Moeten we even kijken wat we die wel en niet mee laten doen, een beetje afhankelijk van de training. Oké, want Nico, dat moet je zo nog... Nee, ik wil hem zo nog heel even checken. Ja. Maar het is ook een beetje afhankelijk. Weet je, ik heb gisteren wel een hoop met dingen met Daan gedaan. Dit viertal, die speelt tegen deze twee, gedurende 10 seconden, op lijn. Je wou niet wat je gisteren zei, dat... Ja, of 5 minuten. Dat kan ook. 2,5 minuten? 2,5 minuten. En dan 2,5 minuten aan de andere kant? Ja, dat is beter. Dat hadden we gisteren aan besproken. Zij doen dat 2,5 minuut en na 2,5 minuut veranderen we de rollen. Cool. Dus we kijken wel even op trainingsveld hoe dat loopt. Hè? Als dat nou, omdat je 2,5 minuut alleen maar aan het verdedigen bent, als het beter is dan over en weer, dan passen we dat gewoon aan. Dus hebben ze gauw genoeg in de gaten. Precies. In kleedkamer 2 ontmoet ik Giuliani Eersteling en Bradley van Hoeven. Twee jongelingen die overkwamen van Sparta. Normaal zitten de gasten hier. Dat is kleedkamer 1. En waarom zitten jullie hier? Ja, door corona eigenlijk. Mogen we niet bij elkaar zitten. Dus hebben we splitsing gemaakt aan het begin van het seizoen. Op basis waarvan ben jij hier beland en die andere jongens daar? Ja, de legendes die zitten in kleedkamer 1. En de rest die hebben ze een beetje weggemoffeld, zeg maar, in kleedkamer 2. In het begin van het seizoen gingen volgens mij loodjes trekken. Van 50-50, van dat er geen oneenigheid zou ontstaan in het team. Ja. Van wie nou in de hoofdkleedkamer zit en wie in de 2. Maar uiteindelijk hebben wij, de jonge jongens, toch besloten dat wij in kleedkamer 2 gaan. En de oudere jongens gewoon in kleedkamer 1. Oh, dus jullie hebben niet verloren met loodjes trekken, maar jullie hebben zelf gekozen dat je hier uiteindelijk wel gewoon een soort van... We hadden gewonnen eigenlijk. We hadden gewonnen, maar toch... Ja, uit ons, respect gewoon. Uit respect gewoon, voor dat die jongens die al langer zitten en de oudere jongens dat hun gewoon... een eigen plekje hebben in kleedkamer 1, Uit respect, echt waar? Ja. Echt? Ja, serieus, man. En de sfeer dan? Is de sfeer hier bijvoorbeeld anders dan die sfeer daar? Ik denk wel dat het iets anders is. Ik denk dat je hier wat meer dan de ouderen, dus ook andere muziek en dat soort dingen. Ja, sowieso andere muziek. Ja? Box op alle arts. Gewoon gek doen, een beetje dansen, een beetje met die boys kloten en zo. Dat vind ik wel leuk. En hier misschien wat meer... Jaren 70, jaren 80. Ja, serieus? Ja, echt waar? Ja, ik denk het wel, ja. Oude ziel. Oude ziel, ja. 30 jaar te laat geboren. Hey, die jongen staat daar. Oh! Als ik het zo beluister, als buitenstaander, denk ik wel van, je creëert 2 eilandjes eigenlijk. Daar is een eiland. Wat doet dat met het teamgevoel dan? Wel, zeg maar, op trainingsdagen dat je
minder contact hebt met oudere jongens dan met de jongeren, omdat je niet met elkaar in kleedkamer zit. Je moet iets harder je best doen om te socialiseren of te connecten met elkaar. Maar normaal is natuurlijk, als je met z'n allen bij elkaar zit met 25 man, dat is natuurlijk wel... dat is gewoon mooi. Dus als voetbal is dat ook gewoon een van de leukste dingen om gewoon in de kleedkamer met elkaar te houden hoeren. En nu is die dynamiek wel iets anders natuurlijk. Maar ik denk met wedstrijddagen dat het wel anders is, ja. Dat je het niet echt meepikt wat de trainer dan zegt of hoe die jongens zich voorbereiden. Ik denk dat we een hechte groep hebben en dat iedereen goed met elkaar opschiet. Dat zie je denk ik ook terug op het veld. Je ziet een groep wat voor elkaar door het vuur gaat en wat er verstrijdt. Alleen het helpt zeg maar, het groepsgevoel te versterken als je met elkaar, met z'n allen, door elkaar heen beweegt. Kom maar jongen. Heb je in je neus gedaan? Ja. Het is 2 dagen voor de wedstrijd, dus dat betekent dat alle spelers en stafleden zich vandaag mogen melden bij de tafel van teammanager Adrie Steenbergen. Eerst de neus snuiten en dan door naar de coronatest. Voor middenvelder Jay Itzes is het inmiddels routine. Begint het al een beetje te wennen, al die tests? Ja, als je dat al zo vaak gedaan hebt, dan is het gewoon normaal aan het worden. Voor hoeveel doe je eigenlijk per week? Ik zou zeggen ongeveer 1 of 2 per week, al sinds eigenlijk het begin van het seizoen al. Ja. En jij hebt corona gehad, toch? Ja, klopt, ja. Ja. Je ging niet echt lekker daarop, of wel? Nee, ik ging niet echt lekker, nee. Nee, ik had... was de laatste wedstrijd voor de winterstop, toen we uit naar Roda moesten. Dus toen gingen we terug met de bus en toen bleek de volgende ochtend hadden een paar jongens zichzelf getest. En die waren dus positief. Yeah. En toen had ik mezelf die dag erna ook laten testen. Ja, dus toen heb ik het zelf ook gehad voor ongeveer bijna 4 weken, denk ik. Wat voelde je allemaal? Wat had je precies? Ja, de eerste paar dagen waren wel het meest heftig. Dan had ik gewoon echt heel veel last van hoofdpijn, heel veel erg warm en koud, kortademig. Uiteindelijk ook smaak- en reukvermogen was ook weg. Volgens mij ben jij aan de beurt. Ja? Zal ik maar eens naar binnen lopen. Ja. Ja, succes man. Ja, dankjewel man. Hey. Hoi. Oh, zijn we weer. Heb je een voorkeur voor de neus? Ja, deze kant van mij alsjeblieft. Je bent behoorlijk ziek geweest. Hoe was dat om daarna weer te herstellen? Duurde dat lang? Ik heb dus ongeveer 4 weken gehad. En het heeft wel echt... Ik denk tussen de 1 en 2 maanden wel geduurd voordat ik weer volledig terug was op mijn oude niveau, zeker qua conditie. Want dat was echt ver afgezakt. Heel zwak gewoon? Ja, ik voelde me echt zwak, ja. Dan moest er gewoon een rondje inlopen en dan merkte ik al dat gewoon stond te hijgen bijna van alleen dat, zeg maar. Zijn er jongens die moeite hebben met die coronatest of hoe is dat? Ja, er zijn wel een paar jongens die al moeite hebben, maar het ligt er ook aan wie de test afneemt. Top. Dank jullie wel. Ja, alsjeblieft. Kijk, als ik een beetje een loopasje doe. Bang voor de boete. Goed, baas. Prima, Luc. Ja, juist, Itzes. Kom. Je moet in het hele leven, maar ook in het voetbal, moet je flexibel kunnen zijn. Dat zeg ik ook tegen onze stafleden. Je moet flexibel kunnen zijn en kunnen meebewegen op datgene waar de situatie om vraagt. Op tal van gebieden heeft dat invloed gehad. Natuurlijk het allerbelangrijkste is het missen van de supporters in een stadion. Waar je met z'n allen voor voetbalt is voor het publiek en voor de emotie en voor de passie, zeg maar. Maar ook in het dagelijks werk moeten we rekening houden met de coronaregels. Door de ladders heen, even op een hoog ritme er doorheen. Hou je tempo vast, tot hier. Juist, loop door Boyd. Hou hem vast tot mij, tot het eind. Blijf ontspannen lopen. Relax, Giannis. 80%. Ik heb in de kleedkamergangen afgesproken met Ronnie Jansen, hoofd facilitaire dienst van Go Ahead Eagles.
Hij heeft een belangrijke taak. Ronnie is verantwoordelijk voor het doorvoeren van alle coronamaatregelen in het stadion. Ronnie, hoe lang doe je het al eigenlijk? 18 seizoenen. 18 seizoenen? 18 seizoenen, ja. Zo, dus je hebt heel veel zien gebeuren in 18 jaar tijd. We hebben een heleboel leuke dingen gedaan, ja. Maar dit had je nog niet meegemaakt? Nee, deze niet. En die moeten we ook zo snel mogelijk weer vergeten straks. Want wat is er nu concreet veranderd voor jou? Omdat je ook de tegenpartij 1,5 meter ongeveer uit elkaar wil hebben, ja? Geven ze een extra kleedkamer. Hoe zijn de kleedkamers van ons gescheiden? Of de spelers eigenlijk? Nou, bij ons ook hetzelfde. Hè? Onze eerste 11, 12 jongens zitten in kleedkamer 1. Mm-hmm. Onze eigen kleedkamer, waar ze alle faciliteiten hebben. En de rest, de wissels zitten in hun huiskamer, in de spelerszoom. Ook het gescheiden eten bij aankomst. Hè? Ja. We hebben binnen onze kleedkamer en alle kleedkamers waar we zelf gebruik van maken ook extra luchtzuiveraars. Ja. Die luchtzuiveraars zijn er om een virus buiten de deur te houden. Nou ja, virus buiten de deur houden lukt je niet. Iedere club bewijst dat. Ja. Dat is in de kleedkamer. Verder, wat is er nog meer veranderd? Normaal heb je hier de pers staan. Mm-hmm. Noemen we de mixed zone. Ja. Dan heb je hier de pers staan, de schrijvende pers aan deze kant. Dat is nu niet. De pers moet buiten blijven. Dit is nu de mixed zone? Ja. Ja. Daar, hè? Nou ja, het is wel koud ook. Het is koud, ja. Vooral in de winter was het voor de jongens koud, straks ook wel weer. Hè. Je komt natuurlijk bezweet van het veld af. En als je dan even moet wachten, dan kan het wel koud zijn. Ja. Ja, hier, de non-right holders heet dat zo, hè. Die staan dan hier. ESPN, die is de right holder, hè. Die staat daar. Okay. Die heeft de eerste rechten. Ja. En bij de opkomst dan, is het zo dat ze tegelijk het veld oplopen? Nee. Probeer ze uit elkaar te houden. Maar ja, uiteindelijk op het veld kom je elkaar ook tegen. Ja. Ja. Waar staat er dan op? Ja. Ja, er zijn protocollen voor opgesteld, daar hebben mensen voor geleerd. Ze houden we ons aan. In de maatschappij zie je dat mensen worden gefrustreerd raken. Hoe gaat dat bij jou? Ja, dit went nooit. Maar het is wel ons werk en we moeten wel scherp blijven. Ja, het is wel even passen en meten zo. Ja, we hebben een best wel modern en goed stadion. Hoor. Ja? Ja? Ben je trots op het stadion? Ja, zeker. Ja? Ja. Als je kijkt 18 jaar geleden hoe het hier was en hoe het er nu bij staat. Krijg je kriebels in je buik als er wordt gesproken over het verbouwen van... 200 tribunes? Ja, zeker. Bierstaat moet altijd Bierstaat blijven, maar dat we die tribune ooit een keer gaan doen, die ijstribune, dat is wel een mooie wens. Daar ben je wel klaar voor? Ja, ja. Mag gisteren wel. Mag gisteren wel? Ja. Gelijk even mijn oortje uit. Ja. En dan heb ik in ieder geval dat geklets niet in mijn oor. Wie klets er dan? CP. En waar gaat het over dan? Ja goed, toch altijd wel over de veiligheid en het opletten. Beetje gekke vraag misschien, maar wat doe je eigenlijk hier? Nou ja goed, toch opletten op de veiligheidsaspecten die rondom het stadion spelen. We zijn al uren van tevoren zijn we eigenlijk bezig om de buitenste ring, de stadionmuur, achter de bringgreven, dat soort dingen, om die bezet te houden, zodat er geen... Ja, ongeoorloofde personen zonder toegang binnen kunnen komen. Dat is iets wat je normaal ook doet, toch? Ja, alleen in coronatijd is het toch wel iets anders. Omdat je nu met de spelersbubbel zit. Mooi dat je het zo serieus neemt. Ja, het is echt... Zelfs zonder supporters. Zonder supporters moet je ook serieus blijven. Juist eigenlijk meer. Omdat het gevaar op een of andere manier toch meer loert... op je concentratieverlies. Als het stadion wel vol zit, waar sta jij dan? Hier, op mijn plekje bij de B-side. Ja. En de B-side is natuurlijk, ja, dat zijn de gangmakers, dus dat moet voor jou een enorm cultuurverschil zijn. Ja, het juiste woord heb ik er niet eigenlijk niet eens voor. Je bent hier, maar je bent hier ook niet. Laat ik het zo zeggen. Wat is de B-side voor jou? De eensgezindheid onder elkaar. Ondanks dat er af en toe wel eens een keer woorden vallen, toch het één gevoel hebben hier. Ja, dit is niet in woorden uit te drukken. Nee, maar is het dan nog wel leuk? Het blijft altijd leuk. Ik ga jou niet langer afleiden, want voor je weet... Gebeurt er iets? Ondanks dat wij met elkaar praten,
vangen mijn ogen toch een heleboel wel op hoor. Ik blijf opletten. Dankjewel, blijf dat ook doen voor ons allemaal. Zeker, voor mijn clubje altijd. Eindigt in Deventer, zoals het begon, in 0-0. Go Ahead Roda was een, dat wisten we van tevoren, dat zou een moeilijke wedstrijd worden, omdat Roda ook een ploeg is in ontwikkeling. Wij hebben ook mooie stappen gemaakt en het werd een voetbalgevecht. Dan is het niet zo dat wij hier thuis in staat zijn op dit moment al om Roda op de pijnbank te leggen en de ene kans naar de andere kans te creëren en de wedstrijd te winnen. En ik blijf gewoon me vasthouden aan de positieve zaken, dus de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt, de cijfers die we hebben gehaald. En dan besef ik me ook dat in een seizoen komen er ook wedstrijden als Roda. Al Bosveld is sinds 2018 technisch manager bij Go Ahead Eagles. Je zou hem een van de oude stempel kunnen noemen. Maar ook hij moet de gesprekken met potentiële spelers uit het buitenland noodgedwongen digitaal voeren. Vandaag is dat niet anders. Paul, ik begrijp, we hebben een bijzondere belafspraak straks. Ja, we hebben een speler vastgelegd uit Zweden. Mm-hmm. Dus in deze tijd moeten we dat even op die manier doen, via Zoom. Dus ja. Die gaan we straks even bellen om even te checken of alles goed is verlopen. Mm-hmm. En daarnaast hebben we een beelden gestuurd op zijn verzoek. Ben wel benieuwd hoe hij dat heeft gezien. Nu wil iedereen natuurlijk weten om wie het gaat. Ja, dat is een spits van Gefle. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Wat is de naam? Isaac Lidberg. Hoe oud is hij? 22. Daar zijn we eigenlijk op een bijzondere manier al wel eigenlijk op spoor gekomen. Via data, zeg maar, datascouting. Okay. Uiteindelijk beelden bekeken. Meerdere scouts hebben de beelden bekeken. En uiteindelijk ben ik daarheen geweest. Het was nog wel een hele tour via Duitsland, want daar had je geen PCR-test nodig om terug te komen. Wel een sneltest. En daar was in principe alles open tot 8 uur. Dus ja. Dat was ook wel even weer als een kind in de snoepwinkel. Dus ja. Dat was ook wel even weer prettig een paar dagen. Dus we hebben trainingen bekeken en een wedstrijd bekeken. Mm-hmm. Voor hun was dat voorbereiding, want mm-hmm. De competitie net begon. Ja. Zullen we gaan kijken of die al hangt? Laat maar gaan doen. Als het goed is, zit hij er klaar voor. Yes. Great haircut. Hello. How are you? I'm fine. How are you? Not too bad, not too bad. Did you train today? No, today we have had a day off, but I was in the arena and did some prehab and some stretching. Okay. Who do you play against? They are okay. Number 3 at the moment. So it's more. It will be a tough game then. Yeah, again. We have quite a lot in the final part. Did you watch the games I sent you, Isaac? Yes, I did. What was your first impression? My first impression was that you tried to play with speed and you want to play the ball, and the goalkeeper was very good with his feet. Yeah, and you want to play, but not like stupid. If they press with a lot of players, you find a solution. And everything about the contract, dealing with the contract, is settled now? So the medical test was okay? Yes, I did a medical in Stockholm and everything went good. Je zegt data scouting. Dat is helemaal van deze tijd. Wat houdt dat in precies, data scouting? Ja, wat houdt het in? We zijn er al een tijdje mee bezig. We hebben nu wel iemand die zeg maar sinds augustus eigenlijk weer bij ons is. Die heeft eigenlijk zijn eigen blender gemaakt, zo gezegd, even in de keukentermen te blijven. Voor een positie kan hij spelers eruit laten komen en die krijgen dan een zogenaamd go-ahead-cijfer. Wat zit er allemaal in die data? Succesvolle duels, succesvolle passing, assist, scorend vermogen. Verwachte goals, verwachte assists, dat soort dingen allemaal. Mm-hmm. Dus, Isaac, do you hear me? Yes, I hear you. So,
If my information is right, you just signed for Go Eagles, right? It's true. Well, congratulations. Thank you very much, thank you. Want hoe is dat voor jou? Jij bent natuurlijk de klassieke scout, denk ik, als het gaat om spelers vinden. Iemand die graag langs de zijlijn staat. We hebben zelf nog een keer... is dat voor jou nu moeilijker of is dat gewoon onmogelijk zelfs? Nou, is nu vaak onmogelijk, maar ik ben wel van de combinatie. Ik denk dat data gecombineerd met live scouting wel de methode is. En niet alleen de data. Dus het is wel de combinatie. Alleen nu met de corona ben je wel beperkt. Dus je moet wel welkom zijn en dat kan ook niet altijd. Ja. Of het moet een stage zijn, maar daarmee heb je ook weer te maken met de coronaregels. Ja. Waardoor je vaak al een week eigenlijk mist door het testen. En pas de tweede week kan hij dan bij ons de bubbel in, zo gezegd. Dus maakt het wel allemaal een stuk lastiger. Isn't it strange for you to sign for a club in a city where you have never been before? It's just fun to see a new city and see new cultures. What can we expect from you the next season? You can expect that I work hard, that I will do my best and... Yeah, and hopefully score some goals. Okay, because Isaac, we really need a striker that scores goals, so we expect 20 goals from you the next season. I will do my best. Everything with the contract is arranged now, so you signed, the club signed, so we can open the bottle of champagne. Yeah, exactly. Okay. Congratulations, and we see each other in July. Have a nice day. Thank you very much. Yeah, thank you. Hope to see you soon as well. En zo zal Isaac Lidberg uit Zweden vanaf de zomer ineens collega zijn van clubmedewerker Miranda van Beinem. Ik neem samen met haar en supporter Paul Omens plaats op het stadionplein van Go Ahead Eagles. Niet om over de wedstrijd van gisteravond te praten of de nieuwe aanwinst, maar over een heel bijzonder moment dat hier een jaar geleden plaatsvond. Paul, het is vandaag voor jou een bijzondere dag. Ja, dat klopt. Waarom? Omdat precies vandaag mijn vader een jaar geleden is overleden, zeg maar. En dat is gebeurd tijdens de eerste coronagolf. Mm-hmm. Het is niet bewezen dat hij aan corona is overleden. Maar hij was ziek en zwak. Mm-hmm. Dat heeft twee dagjes geduurd, zeg maar, alles bij elkaar. En toen was het over. Ja. Ik heb mezelf eigenlijk de laatste 10 minuten kunnen zien. 10 minuten? Ja. Want daarvoor mocht ik er niet heen. Wat was zijn relatie met Go Ahead Eagles? Mijn vader die komt uit Indonesië. Hij is gekomen door mijn opa. Mm-hmm. En toen zijn ze in de Vetkampstraat komen wonen. En daarna zijn ze allebei echt Eagles fan. Ja. Waardoor de hele familie Eagles fan is geworden, zeg maar. Toen hij overleed, bedachten jullie van natuurlijk we moeten iets speciaals doen. Ook toen was niet alles als mogelijk natuurlijk op dat moment, of wel? Tijdens het wegbrengen naar zijn laatste rustplaats zijn we toch langs Go Ahead Eagles gekomen om toch dat hij vanaf hier ook nog afscheid kon nemen van zijn geliefde club. En nou moet ik zeggen dat ook de jongens van het sfeerteam van Eagles, de mensen van Eagles zelf, iedereen echt een hele mooie uitvaart ervan gemaakt heeft. Ik heb nog een gezegdje gedaan en daarna zijn we naar de begraafplaats gegaan. Mm-hmm. Miranda, is dit iets wat vaker gebeurt? Ja, eigenlijk tijdens de lockdown en de corona is dit eigenlijk tot stand gekomen. Op een gegeven moment hadden we ze bijna wekelijks. En jas hier ook bij, denk ik, hè? Ja. Of niet? Ja, dus en dan sta je gewoon netjes de laatste eer te bewijzen aan zo'n overledene. Ja, daar zijn we als familie heel dankbaar voor. Ja. Dat er toch met beperkte middelen toch zoiets moois tot stand is gebracht. Zelfs de uitvaartondernemer, die had het nog niet echt meegemaakt, zoiets. Ik denk dat ook komt doordat je, nou net wat Paul zegt, dat je niet zoveel mensen natuurlijk uit mag nodigen bij een afscheid. En mensen, zoals Paul's vader, die echt Go-Ahead supporter in hart en nieren is, wil toch iets Go-Ahead-achtigs op zijn afscheid. Ja. Ja, dan is dit natuurlijk heel mooi. Als je nog even de laatste keer bij je eigen stadion kan komen. Zijn vader zat op het laatste in het rolstoelvak. Nou ja, daar stond hij bijna met de auto. En jullie hebben dat iedere keer weer gefaciliteerd. Absoluut. Dat is alleen maar mooi dat mensen dat vragen en dat je daaraan mee kan werken. Wat zegt dat volgens jou over het Eagles-gevoel van de supporters? Dat ze dan toch nog even op deze plek willen zijn?
ik doe zelf onder andere, ben ik coördinator van de Young Eagles. En ik merk gewoon als kinderen geboren worden, soms worden ze nog eerder aangemeld bij de Young Eagles dan dat ze aangegeven worden bij de gemeente. Ja. En ja, mensen die overlijden komen natuurlijk, krijgen een mooi plekje in Memorial Garden als de familie dat wil. Dus ja, het is iets van, ja, daar word je mee geboren en mm-hmm. ja, daar ga je ook mee ja, dood. Ja, het is een mooie spreuk. Een eagle ben je niet voor even, maar de rest van je leven. Ja. Zo is het gewoon. Volgende keer in Home of Eus, een vurig welkom voor de selectie aan de snelweg. Ja, die filmpjes die komen natuurlijk van verschillende kanten voorbij, dus die komt ook in de Van Wonderen familie app zeker wel voorbij. En dat zijn natuurlijk mooie dingen om te ervaren en die wil je dan delen met de mensen om je heen, dus zeker.